Op veel verschillende manieren leven wij samen met dieren. We genieten van een mooie roofvogel in de lucht of van een vis op ons bord. En deze week aandacht voor de dieren in ons leven. Ja, de bruine beer, het gordeldier en de luiaard zijn zomaar een paar voorbeelden van dieren die in Nederland niet als huisdier mogen worden gehouden. Ze staan op een zwarte lijst waar ruim 150 soorten op staan, omdat ze gevaarlijk zijn, lastig te verzorgen of ziektes kunnen overdragen. En toch gaat volgens David van Gennep van de Almeerse Stichting AAP die lijst nog niet ver genoeg. Goedemiddag, meneer Van Gennep. Goedemiddag. Want welke dieren zouden er volgens u nog meer op moeten staan? Nou, eigenlijk de systematiek die in Nederland gekozen is dat er een lijst moet worden opgesteld met dieren die wel gehouden mogen worden. Dus dat is dat is een besluit en dat is ooit door de Tweede Kamer ingevoerd in 1991. En sindsdien zijn we eigenlijk aan het steggelen met elkaar over de vraag van welke dieren zijn nou echt geschikt om te worden gehouden. En wat ons betreft zou je dan eens moeten kijken enerzijds naar het gedrag van dat dier. Welke diersoort kan zich fatsoenlijk gedragen in de huiskamer? En anderzijds zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar de volksgezondheidsaspecten. Maar je zou ook kunnen kijken naar gevaar voor de mens. Je zou ook kunnen kijken naar de effecten op ons eigen ecosysteem. Dus als je allerlei soorten hebt die dan in Nederland verwilderen en dan allerlei problemen gaan veroorzaken, zoals de wasberen in Limburg of de nijlgans in het rest van Nederland, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, goh, dat zijn soorten die eigenlijk niet geschikt zijn om door leken te worden gehouden. En dat is eigenlijk ons punt, dat daar op dit moment nauwelijks of niet naar gekeken wordt. Ja, wat is een beest bijvoorbeeld wat zo te binnen schiet waarvan u zegt, nou, dat is belachelijk dat mensen dat bijvoorbeeld in hun huiskamer houden? Nou ja, bijvoorbeeld de vleermuizen. De vleermuizen waar we nu COVID-19 van hebben gekregen, mag je gewoon als huisdier houden. Echt waar? Het gordeldier waar we COVID-19 van gekregen hebben, mag je gewoon als huisdier houden. De civetkat waar we hiervoor SARS van gekregen hebben, mag je gewoon als huisdier houden. Dus ik bedoel, er is eigenlijk maat gesteld aan welke diersoorten voor ons als mens geschikt zijn, maar ook welke diersoorten voor die soorten zo handig zijn om als huisdier gehouden te worden. Maar het lijkt een enorm ingewikkelde discussie te zijn. Hè? Want wat u zegt, we zijn er al jaren over bezig. Toen is er een lijst gekomen, toen werd die weer afgekeurd. Het is ontzettend veel gedoe. Wie hakt nou uiteindelijk die knoop door? Nou, het vervelende is dat eigenlijk het ministerie van Landbouw is. Dus de minister van Landbouw, mevrouw Schouten, alleen die is door de rechter teruggefloten. En dat komt omdat er allerlei liefhebbers zijn van die dieren die vooral heel veel vrijheden willen hebben. En die dus geen zin hebben in die regels. Dus die hebben bij de rechter hebben ze een punt van gemaakt dat die lijst onvoldoende wetenschappelijk is en onvoldoende onderbouwd. En dat is natuurlijk ook verrekte lastig. Want ga nou maar eens bewijzen dat je van het houden van een vleermuis COVID-19 zult krijgen. Het is een risico, maar het is niet te bewijzen dat je het gaat krijgen. En dat is nou eigenlijk wat de rechter gezegd heeft. Van ja, in die lijst zitten er te veel onvolkomenheden. En dus is die lijst weer teruggegaan naar de prullenbak. En is nu het ministerie er opnieuw bezig met een systematiek op te stellen om diersoorten te beoordelen op hun geschiktheid. Ja, wordt die geschiktheid nu vooral bekeken van, is het een gevaar voor de mens? Of wordt er gekeken naar de welzijn van het dier? Precies, dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest van deze positieve lijst, dat daar vooral dieren worden overgehouden die geschikt zijn om te worden gehouden. Maar die geschiktheid is natuurlijk ook wel gekoppeld aan die volksgezondheidsaspecten en ook aan allerlei andere aspecten. Bijvoorbeeld, we hebben de afgelopen weken achter een aantal wallabies aangerend. Dat zijn kleinere kangoeroesoorten die op verschillende plekken in Nederland waren ontsnapt en dan over de snelweg schieten, daar allerlei problemen veroorzaken. Dat dier wordt doodgereden, dus het welzijn van dat dier komt in de problemen, maar ook de volksgezondheid, of liever gezegd de verkeersveiligheid, komt in de problemen. Kortom, de hobby van een enkeling brengt dus eigenlijk ons als samenleving in gevaar. Dat is natuurlijk precies ook wat we in China nu gezien hebben met die vleermuizen en die pangolins. Omdat een enkeling die dieren wil eten, zitten we nu wereldwijd met een COVID-crisis die gewoon voorkomen had kunnen worden als we met elkaar tegen elkaar gezegd hadden van nou, het eten van die exotische dieren is misschien niet zo'n heel goed plan. En als we nu aan u persoonlijk vragen, maakt u zelf eens even een lijstje in uw hoofd van welke dieren staan er bovenaan die absoluut niet als huisdier gehouden zouden mogen worden en nu gewoon nog wel in huizen te vinden zijn? Het uitgangspunt zou eigenlijk zijn niet houden, tenzij. En dus dat betekent dat heel veel van die soorten die nu nog gehouden worden, maar er zitten ook heel veel knaagdieren bij die je bij tuincentra kunt kopen, waarvan ik zeg, nou, dat zijn eigenlijk gewoon hele ingewikkelde dieren. Maar noem eens een voorbeeld. Gedrag.
Nou, bijvoorbeeld de degoe. Dat is een klein knaagdiersoort. Als ik de naam noem, dan zul je het niet herkennen. Maar als je bij het tuincentrum loopt, dan zie je ze in zo'n bakje zitten. En dat is een knaagdiersoort die veel door kinderen gehouden wordt. Maar het zijn ingewikkelde dieren. Ze zijn sociaal gezien ingewikkeld. Ze kunnen op geen enkele manier kunnen ze tegen suikers. Dus als een kind zo'n dier een stukje appel of een druif geeft, dan krijgt dat dier bijna acuut suikerziekte en gaat eraan dood. Ze hebben een enorme knaagbehoefte. Als je ze tijdens niet voldoende knaagmateriaal vergeeft, dan gaan de tanden doorgroeien. Nou, dan krijg je dus allerlei welzijnsproblemen. Dat is een soort die men heel veel houdt, maar die wel ongeschikt is wat ons betreft. En dat geldt ook voor allerlei kleinere eekhoornsoorten. Maar het geldt dus ook voor die civetkatten. Het geldt ook voor vleermuizen. Het geldt ook voor allerlei eekhoornsoorten. Die dus in gevangenschap heel veel afwijkend gedrag vertonen. En daarnaast heb je natuurlijk nog de obvious dieren zoals de bruine beer. Waarom zou je nou in Nederland willen toestaan dat mensen een bruine beer als huisdier houden? Dat is toch gek dat we daar als samenleving niet een halt aan kunnen toeroepen? Nou, het is niet alleen gek misschien, maar waar moet ik hem vinden dan? Op marktplaats of zo? Hoe kom je aan die beesten? Ja, dit soort dingen. Ja, en dat is natuurlijk ook het mooie van deze tijd. Je kunt, we hebben net ook weer te maken gehad met een Duitse meneer die dan bijvoorbeeld twee leeuwenwelpjes besteld heeft in ergens in het Oostblok. Er is altijd wel een gek die dieren wil fokken voor de particuliere markt. En dan op die Europese markt of de internationale markt ergens op internet te koop aanbiedt. En dat betekent dus, als je dan maar iemand weet te vinden die dieren wil vervoeren, dan heb je die dieren over een paar dagen thuis voor de deur staan in een klein benchje. En zie dan maar zelf dat je die leeuwenwelpjes rood krijgt. Ja, nou, dus je kunt, ja, u wilt dat Brussel zich er nu mee gaat bemoeien, hè? Ja. Want is dat de enige manier om dit aan te kunnen pakken? Nee, kijk, wij moeten in Nederland die positieflijst afmaken. Dat is gewoon een opdracht die de Tweede Kamer aan het ministerie heeft gegeven. En dat moeten we gewoon afmaken. Maar die positieflijst moet wel zo snel mogelijk in Europees verband uitgerold worden. Want het heeft natuurlijk weinig zin om als Nederland een wet of regel in te voeren die dan in de rest van Europa niet geldt. Dan kun je nog steeds, weliswaar illegaal, maar die dieren nog steeds overal en nergens kun je die kopen. Alleen, dan moet dus de overheid steeds gaan optreden tegen dingen die in Roemenië bijvoorbeeld wel mogen, maar in Nederland niet. Maar dus het moet breder aangepakt worden, dat vindt u vooral. Van, wij kunnen hier wel van alles doen, maar we moeten buiten onze grens ook kijken. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook al wel. We hebben diezelfde positieflijst hebben we nu in België geïmplementeerd gekregen. En in Luxemburg, en op Cyprus, en in Litouwen zijn ze ermee bezig. En in Finland zijn ze ermee bezig. Dus het is wel een balletje wat aan het rollen is gegaan en wat dus breder wordt opgepakt. Alleen helaas, Nederland, de initiatiefnemer van de positieflijst, heeft nog niet kans gezien om een lijst te maken waar ook de rechter blij van wordt. En dat heeft tot gevolg dat we dus nog steeds de bruine beer als huisdier kunnen houden. Nou, volgens mij is dat gewoon de wereld op zijn kop. Ja. We wachten het af en we hopen dat hier er snel verandering in komt. Dank u wel, David van Gennep van Stichting AAP. Dank u wel. En tot ziens.